slapen. Vrij laat pas begonnen met slapen, want ik zat op Netflix een serie te kijken. Het is niks voor mij, maar die was interessant. En ik heb lekker gewandeld met Indy. Die ligt hier achter me lekker te dutten. Maar ik besloot om niet daar buiten te gaan zitten, want ik word opgegeten door de knot. En dat is niet leuk. Dus ik heb nog niet ontbeten, ik heb nog niks gedronken. Indy ook nog niet. Maar het jeukt als de hel. Die stomme beesten. Echt geen mug te zien. Ik heb misschien 2 muggen gezien in die hele reis. Maar mijn hele car zit vol met knot. Dus ik ga rijden, dan zet ik de ramen open. En dan rij ik naar een hoog en koud punt waar ze niet zijn. En daar ga ik lekker een keteltje water koken en Indy te geven. Ik ga naar Nipfjället en dat is een uur rijden naar boven. Dus ik ga eerst naar Idre, dat is 40 minuten en dan 10 minuten naar de Fjell. Daar ben ik al een paar keer geweest met Geertje, dus jullie kennen het misschien wel. En zo niet, dan zien jullie nu. Ik ga een beetje op rendierenjacht. Tot zo. Is hier ongelooflijk mooi. Oeh, dat was wel een heel mooi plekje daar. Ik denk dat ik daar een fijn ga. Ik denk dat ik daar waarschijnlijk in de knoet heb omdat het open is. Ik ga even een potje koken. Potje koken. Tijd om even te wandelen op Nipfjället. Ik heb het even nodig om een bakkie te maken. Al achter de vuilnisman aan. Oké. Ik hoop er wel langs. Een heel mooi plekje dit. Bij de picknickbank. Dat is mijn plekje. Hier hoor je mij niet klagen. En eens even kijken hoe het is met de knot. Zo. Voilà. Vogels scheren daar over het water. Dat is op zich geen slecht... Oh, dat is een zwaluwe. Geen goed teken. Ik ga naar buiten en ik ga het bezien. Kijk, daar aan de verte staat een camper. Dat zwarte busje daar is een camper. Maar dit is een gouden plekje. Dit is tussen Cerna en Idre. Geen idee hoe het meer heet hier. Maar niet slecht. Er staat een tentje daar. Hoor die zwaluwen gaan, joh. Je hoort hier wel het verkeer. Maar dat is logisch, want je staat... aan de weg hier.
Indietje, kom eens. Kom lekker eten. Zo wilde hij zijn eten. Kom eens, kom lekker eten. Kijk eens. Dan gaat hij het besluipen. Gaat hij eerst ruiken. Ga maar lekker eten. Nou, dan moet hij er eerst 10 keer over nadenken. Dat is dan een aardig windje. Zo ligt hij, onze kleine Indie. Hij wil gewoon weg. Nou, dan ga ik ze eten in een bakje gooien. En dan gaan we zo rijden. Even de afwas doen. En dan gaan we. In de praktijk werkt dat prima, die laadjes. En wat ik bij me heb hier
Dat is mijn slaapzak. Dit is alleen een waterdichte tas, dus die ademt niet. Dus ik laat hem open. Mijn vest, een sweatshirt, mijn kussen en een pleat waar die kleine op slaapt. En dat is alles. En dat maakt een soort groot kussen waar hij ook nog tegenaan ligt. Zo overdag. Als hij hier wil liggen. En dit is mijn dienblad. Dat is een anti-slip dienblad met de kaart en mijn aantekeningen. Dat heb ik daar liggen. Dat is allemaal nog nooit verschoven. Dus daar staat mijn tas. Daar is mijn hoed. En daar hangt zijn regenjasje. Sinds de laatste keer dat hij hem aan heeft gehad. Het is allemaal klaar om te gaan rijden. We gaan naar Idre en daarna gaan we naar Nipfjellet. Dan zien we wel weer. Hé, Indy. Oh, er zijn alweer knoet binnen, zie ik. Nou, dankjewel plekje voor het ontbijt. Hij weet het al. Hij maakt plaats. Hij wil rijden. Hè? Wil jij rijden, schatje? Hè? Wat is het nou toch met jou? Waarom wil je niet eten? Hm? Is het weer zo'n morgen? Nou, we gaan lekker rijden. Of jullie dat kastje zien naast de prullenbak. Rechts naast de prullenbak staat de kaart op, natuurkaart. Ik denk dat je daar, dat daar een lijst hoort te liggen waar je je naam op zet. Maar ja, die ligt er niet. Dus daar kun je niet zoveel mee, denk ik. Dat ze willen dat je een bijdrage maakt of zo als je hier gaat slapen. Ik heb geen idee. Ik denk zoiets. Het is een plaats die onderhouden wordt, dat kun je zien. Nou, boven. Oeh, stel. Ik was op weg naar Idre en daarna Nipfjellet, maar ik kan nu wel in één keer Nipfjellet aangeven. Oké, dit is een vrij drukke weg. En het water wat we oversteken hier is nog steeds de Oosterdal-Elbe. Kijk wat er op de weg staat. Oh mijn god. Oh wauw. Kijk wat er naar me toe komt lopen. Oh scheisse, dat is een mooie. Zien jullie hem? Moly! Een ongelooflijk groot rendier. Die is fantastisch. Zien jullie hem? Hij komt recht op me af. Oh, die loopt hier echt gevaarlijk. Die komt gewoon recht op me af. Wat moet je nou, lieverd? Ik denk dat ik jou een beetje de wildernis in ga duwen. Kom, ga jij eens terug. Kom, kom. Goed zo. Kom, kom. Niet de brug op. Mooi jij. Nee hoor, hij wil gewoon die kant op. Nou, moet je die kant op, schatje? Dan rijd je hier vrachtverkeer. Kom, kom. Goed zo. Kom lieverd. Nee. Oh, dit is heel... Dit is niet slim wat je doet. Kom. Psk, psk, psk. Psk, psk. Kom. Kom. Ga er zo overheen, lieverd. Kom. Hop. Oh. Ja. Ik kan ook gewoon een stukje teruglopen. Oh, weet je, ik ga gewoon even aan de bocht staan.
zodat hij mij niet eng vindt en ik ook verkeer tegen kan houden, want hij wordt doodgereden. Dat is toetje naar je ontbijt. Echt leuk. De mensen die er nu langs rijden, die weten nergens van. Dat vind ik dan ook alweer wat grappig. Als een joekel van een man, van een stier. Dat betekent dat er dus meer zitten. Dus rustig aan rijden en rond kijken. Dat was leuk, Indy. Je bent gelijk een vrolijk. Naast me. Kan ik niet laten zien, want ik wil mijn handen aan het stuur houden. Want ze kunnen zo voor je neus staan. Even kijken, waar komen we terecht? Ik moet nog 13 kilometer rechtdoor. Maar de eerste eland zit in de pocket. En gelukkig ook weer in het bos. Er gaat er weer een op de weg. Weer een. Die vrachtwagen, die moest echt uitwijken. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Even de knippers aanzetten. Daar zit er. Oh, nog een. Dat ze kalveren, denk ik, of jongen hebben. Dan gaan ze het bos in. Heel geweldig. Right, dan gaan we weer door. De man achter me snapte het helemaal, dus dat begrijp ik. Ze zijn het hier gewend. Maar ik vind het goud. Nou, het is wel raak op deze weg, zeg. De 70 tussen Serna en iedereen. Mooie route. Gaaf. Kijk. En niet het water in graag, want dan ben ik je kwijt. Oh, dit is mooi. Mooi, hè? Kijk, nou is het weer vrolijk. Hij vond ook die knoet allemaal niks. Oh, wat gaaf hier. Wat wonen we toch in een mooi land, Indy. Is dit gaaf. Goud. Is het mooi, lieverd? Vind je het mooi, Indy? Ja, hè? Zo gaaf, hè? Zo ongetwijfeld zalm en forel in zitten. Ik denk forel. Maar kijken. Ja, dit is goud. Goud hier. Meer heb je niet nodig als mens. Dit is het. Dit is het. Vind je onze video's leuk? Kijk dan ook deze even. Hey, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en we zien elkaar. Bye, tot de volgende!